netjes. Met de lift omhoog. Weggeven. In een helmpje. Dames en heren, jongens, wij een hele goede morgen. Tenminste, morgen. Ik zeg het nogmaals iedere keer. Maar dat kan je natuurlijk ook 's avonds kijken. Vandaag op het programma eindelijk een GP3. Jongens, jullie weten het. Groot minivan. Tijd mini gereden. Serieus weer nagaan om er een mini bij te kopen. Bij te halen. Maar dit was er eentje. Ik heb dit nog serieus overwegen als kans hebben. Groot liefhebber van kleine auto's, hot hatches. Groot liefhebber van natuurlijk de Focuses. Maar de GP3 is misschien de hot hatch der hot hatches. Voorwiel aangedreven, 306 pk. Hetzelfde motorblok als momenteel de 235i. Die we natuurlijk dagelijks rijden. Maar dit, jongens. Holy shit. Kant waar je naar die auto kijkt, is het speciaal. 3000 stuks geproduceerd. Kijk hoe massive. Een vleugel op een vleugel. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Hier zegt een vliegtuig, een piloot, u tegen wanneer hij erachter rijdt. Mega vet. Natuurlijk de gigantisch gave lichten. GP-logo, een zwart logo en een dik uitlaatsysteem. Hier laten we meer over. Maar kijk dit, kijk dit. Force Carbon, helemaal uitgebouwd. Natuurlijk de unieke, speciale GP-wielen, striping erop. En hier het nummer, 1146 van dus de 3000. Gigantische remmen, 450 newtonmeter. Nou, en dan denk je van oké, leuk, indrukwekkend. Maar dus, de M235i Comet X-Drive. Dit is voorwiel aangedreven. Only. Mocht het trouwens allemaal iets gehaast overkomen, excuses, ik heb een uur de tijd om deze auto te filmen. Het mooiste is, je hoort het al, deze auto heeft geen sportstand, comfort, eco, instant gas geven. Heerlijk, geen knopjes meer, natuurlijk nog de fighter jet stijl, start, stop, nieuwe digitale tellers en hier al hebben we, kijk, is leuk hè, het wordt meteen heel gehaast, heel anders. 3D geprinte flippers. ...76 pk extra dan een normale JCW. Ja, wat moet je zeggen? Het is gewoon gaaf. Het is gewoon gaaf. Het is gelimiteerd. Het is kicken. En je moet wel eventjes aanwezig zijn, zeg maar. Zo, best wel een spannend wegje eigenlijk. Zo zag het er niet uit vanaf de snelweg. Ik wil niet weten hoe mensen hier 60 rijden, maar dat vind ik vrij spannend. Maar dit is wel gaaf. Holy moly. Kijk eens. Remmen zijn anders. Uitlaatsysteem is anders. En ondanks dus dat het een, ja, OPF filter, nieuwe filters, dat klinkt natuurlijk allemaal een beetje ruk eigenlijk in deze tijd. Ja, klinkt dit toch nog wel leuk. Groot voordeel natuurlijk, als je een bank rijdt dan, is dat je meer geluid in die cabine krijgt. Die auto is een stuk harder, lager, uitgebouwder. Nou, je hebt het natuurlijk allemaal gezien. Het is hartstikke gaaf. Holy shit, dat is hier echt smal. Je moet gewoon bijna je best doen om hier een beetje tempo te krijgen. Maar dat is het leuke van hot hatches. Daarmee kan je ook gewoon. Ja, een echt je best doen. Je kan er wat meer uithalen op de weg dan met bijvoorbeeld een M4. Ja, en nu? En nu? Daar hebben we wel een mooi rechtstuk, zeg ik heel eerlijk. Had ik er misschien heen moeten gaan. Maar hoor dit. Hoor dit. Het klinkt wel gewoon erg leuk. Ik heb oprecht geen idee waar ik heen rijd. Een genieweg. Ja, dan zou je eigenlijk zeggen, ik keer om. Want op dit moment voel ik me echt zeker geen genie.
Maar jongens, deze auto kostte nieuw vanaf 60.000 euro. Jezus, en je moet gewoon ook nog echt je handen aan het stuur houden op het moment dat je gas geeft. Want 306 pk op de voortrein, het voelt al snel in de M235i, in de M135i, in de JCW. Clubman, Countryman is eigenlijk praktisch hetzelfde blok. Maar dat zijn allemaal auto's met X-Drive of vierwiel aangedreven. Nee, het is wel eventjes dat het hoekt, hé. Holy moly. Remmen zijn dus groter. Ja. En dan kijk je in je spiegel. Terwijl je hier moet oppassen dat je dus niet die voorlip of überhaupt iets eraf rijdt. Die vleugel, dat komt eruit, die brede wielkasten. Dus. En als je hem een beetje warm stookt, dan begint het toch weer te pruttelen. Ja jongens, het is belachelijk voor geld. Concurrent van een GTI natuurlijk. De nieuwe GTI is ook schreeuwend duur geworden. Maar dan heb je hier een auto waar slechts 3000 stuks van zijn gemaakt. Het is uniek, ja. Ik vind het mega gaaf nogmaals om te zien. En het is super engaging om ermee te rijden. Gasrespons is goed. Ja, en je denkt misschien van, is die auto zo dramatisch om te zien wat er daar aankomt? Nee, zeker niet. Dat lag helemaal aan mij, want daar hangt mijn camera. Tot 6.500 toeren bijna. Moet ik oppassen, want dit is best wel smal. Dit gaat eigenlijk alweer veel te hard. Jongens, die auto geeft ook gewoon op lagere snelheden zoveel fun. En de beleving is er. Ondanks dat het dus nogmaals een OPF auto is. Een auto waarvan je zegt van ja. Het klinkt niet zo spannend. Ook dit. Het klikken. Ze hebben er echt aan gedaan om het gewoon een rijdersauto te maken. En dan heb ik helaas nog niet met de GP1 en de GP2 gereden. Nogmaals, dat zijn dus auto's met handbak. Dat waren ook mega speciale auto's. Die zie je echt weinig in Nederland. Maar ik vind het echt knap dat eigenlijk hoe ze dit hebben gedaan. Ja, en nu denk je van jezus, rij jij hier eigenlijk rustig. Maar jongens, het is hier zo smal. Dat had ik niet helemaal op Google Maps gezien. Dus je moet eigenlijk eventjes opletten, want je kan gewoon niet zien wat er na de bocht gebeurt of wat er aankomt. Want het is ook nog twee baans hier. Dan heb je hier iets meer ruimte en dan gooi je hem een bocht in. Het is mega direct. Hup. Rem in. En hier wordt het ineens weer wat haaks en dan lig je gewoon bijna in zo'n boerenslootje. En zo zijn we weer terug in de M4. En ja, jullie hebben de titel van de video gelezen. Wat is het probleem? Wat is er aan de hand? Hele goede vraag. Weet ik zelf ook niet. Ik denk wel dat ik het weet. En dat hoop ik ook stiekem. Er is één, of tenminste er zijn een paar problemen die veel voorkomen bij een M3 en M4. Eén daarvan is zeker bij een auto die je gaat tunen, is een crank hub fix. Wordt sterk aangeladen op het moment dat je een auto gaat tunen. Dat is er niks, heeft hier niks mee te maken. Andere ding wat veel voorkomt bij een M4 is de draagarm rubbers die scheuren. En ja, deze auto heeft dus gewoon een tijdje stilgestaan in de kou. En dan is dat iets wat dus kan gebeuren, jongens. En ja, hoe hoor je dat, hoe zie je dat? Voor mijn gevoel, zeker op een onverharde weg. Nou, dit is natuurlijk een prima weg, dus hier heb je er geen last van. Maar op het moment dat de auto koud is. En dat is dus simpelweg wat ik denk dat het is, wat ik hoop dat het is. Want dat is, nou ja, gewoon heel simpel te repareren. Het is niet zo duur, kost voor mij nog geen 100 euro. Dus ik ga de M4 heel even snel naar Oscar toe brengen. Daar heb ik natuurlijk de auto gekocht. Die gaat hem even op de brug zetten. Die gaat kijken wat het is, of hij wat voelt. Oscar heeft natuurlijk ook
gewoon vooral een goed gevoel bij auto's. Zit natuurlijk vaak in raceauto's en die voelt gewoon dingen heel erg snel aan. Dus dan gaan we de M4 even snel naartoe brengen. Kijk eens. Met de lift, omhoog. Voordat ik deze video afsluit, heb ik, jongens, echt iets heel erg gaafs. Want jullie hebben echt zoveel vragen gesteld de afgelopen periode van Sam. Wat voor horloges draag je? Heb je een Rolex gekocht? Nee, heb ik niet gedaan. Maar dit is een horloge dat draag ik al langere tijd. Van verjaardag had van Mark. Super blij mee. Hele gaaf horloge, maar ook vooral goede kwaliteit. En een betaalbare prijs. Dus super interessant. Ik heb ze een keer een bericht gestuurd van jongens, ik denk dat we best wel een beetje dezelfde doelgroep hebben. Maar is het niet een keer gaaf om wat samen te doen? Heb ik wat horloges van ze gekregen, maar ik mag er ook eentje weggeven. In een helmpje, een soort travel bag-achtig iets. Dus hier kan je hem gewoon in je koffer stoppen, als we weer op vakantie mogen. En hierin zit dus ook nog een horloge. En dit horloge ga ik samen met Invicta weggeven. Hoe je meedoet is heel erg simpel. Het enige wat je hoeft te doen is hieronder in de reacties laten weten waarom je hem wil winnen. Je Instagram naam erbij zetten. Mij volgen op Instagram en natuurlijk Invicta. Op die manier ga ik over een week de winnaar bekendmaken. Is het natuurlijk belangrijk dat je ook dus ja, mij en Invicta volgt. Dus wil je meedoen? Reageren, volgen. En dan komt dit horloge jouw kant op. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. Ik hoop dat jullie de mini net zo dik vonden als ik het vond. Vergeet de video natuurlijk niet te liken. Zal het kanaal onwijs helpen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, dan zie ik je uiteraard binnenkort. Hoi hoi.